De kern van Bootstrap bestaat eigenlijk uit, zeker voor de start van Bootstrap destijds, we zitten nu in versie 4, dat vooral gemaakt werd om met een grid layouts te creëren. En dat gaan we in dit filmpje eigenlijk ook meteen maar toepassen. Het bestaat ook eigenlijk uit dat je alleen maar classes toevoegt. We gaan dus geen CSS schrijven, dat heeft Bootstrap voor ons gedaan. Wij weten dat je met een class een vormgeving kunt doen. Wij moeten dus in de class eigenlijk voor toevoegen aan onze HTML die we al hebben. We gaan daarvoor weer naar de site van Bootstrap en dan kan je hier naar de introductie kijken hoe dat allemaal gaat. En het heeft dus met layout te maken. En als we hier bij layout kijken, dan zien we dat eigenlijk alles wordt ingepakt in een container, een container fluid. Dus die class die is heel goed beschreven en die gaan we dan ook gebruiken. We gaan als een container, de nav die stoppen we niet in zo'n container. En dat is een vrij groot deel, maar hier zien we eigenlijk een soort main inhoud die we dan selecteren hier zo. En daar zijn dan die sections bij. En dan is dan dus het einde van de container en beginnen hier de verhalen. Dus hier heb ik het einde van de container staan, dus die selecteer ik zo mee, eigenlijk zo mee geselecteerd. En ik doe Command-Shift-P in mijn header. Ik heb MS namelijk als eigenschap ingetypt, dus die staat er nu heel vaak ook neergezet. Die is ook het laatst gebruikt. Ik druk op Enter en ik kan dan vervolgens een class invullen. Bijvoorbeeld container, streepje fluid, dat was de naam. En dan komt er daar dus een div omheen met die class. Die zien we zo hier staan. En als ik dat opsla, dan ga ik meteen maar even kijken wat voor resultaat dat oplevert hier zo. Dan zie je dus dat deze inhoud die net tegen de rand aan stond al een klein beetje ervan afgaat. Nou, dat voorbeeld was hier dat er dus 4 van deze secties naast elkaar komen te staan. En dat betekent dat die secties die moeten in een, ik laat een jumbotron en nog eventjes achterwege. Dit is hier de eerste section. En die stop ik dan in ook in een rij. Dus ik selecteer hier, nou dit is een einde van een sectie. Hier is de inleiding. En die kan ik dan ook meteen wel mee selecteren zo. En die hoef ik dan ook niet zoveel meer te doen. Ik kan hem gewoon een class geven. En die geef ik een class row. En dat betekent dat je daarin kolommen gaat stoppen. Dus hier als ik deze class row intyp, dan zie ik nog geen resultaat. Op dit moment. Ik zie dat wel eigenlijk wel een beetje gebeuren, maar... ze gaan nu weer tegen de kant aan. Het komt omdat er waarschijnlijk zo'n fluid element in zit. Dus dat is mooi om dat even te zien. En ik heb hier die sections en die geef ik dus een class column. En die geef ik dus ook een class mee. En dan moeten we even kijken hoe we dat met die kolommen gaan doen. Ik ga even naar de documentatie kijken. En dan hoop ik dat ik het hier zo een beetje kan zitten. We gaan hier responsive werken. En dan hebben ze met breakpoints en dan die staan ook hierin. Die kan je dan, als je het echt wilt, nog veranderen ook. Maar daar gaan wij ons vandaag niet op storten. We gaan voorlopig ons met twee maten hebben. En dat is met medium en met small. Small en medium. Je kan nog wel werken met meer breakpoints. En dan hoop ik dat we dan... Oh, die staat hier in grid. Die ga ik dan eventjes pakken. Hier zo het grid. En hier zie je dan 3 kolommen naast elkaar... En dat is hier met small en dan hebben die kolommen een extra class meegekregen. En dat is namelijk zo dat het grid is verdeeld in 12 kolommetjes. En je vertelt dan uit hoeveel delen dit gaat bestaan. Nou, weer dus in 2 delen, dan ga je dan zeggen van nou ik wil maar in 2 delen neerzetten. Dan kan je een col neerzetten. Maar dan kan je ook zeggen van nou dat is dan dus... met een streepje erbij. We gaan even kijken of we dat hier nog ergens terug zien in de documentatie. Er zitten nog veel mogelijkheden die je daar kan vinden. Maar hetgeen waar ik mee heb meegewerkt is bijvoorbeeld deze.
Dat is dus small en dan een 8. En dan small 4. Dan zie je dus dat 4 en 8 samen 12 is. En op die manier wordt dat netjes verdeeld. Dus daar ga ik dus nou mee aan de slag. Je kan ze ook op deze manier zo naast elkaar neerzetten. Maar we gaan ook straks zelfs twee klassen aan toevoegen. Klaas is, als het small is, dus Klaas is call. Dan dacht ik zo, nog even terugkijkend. Ja, call, dan een streepje. En als die klein is, dan wil ik dat hij er dus 6 pakt. Dan kunnen ze straks met z'n tweeën naast elkaar. Maar als het medium is, dan is het call MD. Dan passen er meer naast elkaar. En dan zeg ik van, dan wil ik met z'n vieren naast elkaar. Dus dan kan ik wel 3 van die kolommetjes pakken. Nou, deze Klaas, die ga ik dus dan overal inzetten. C. En ik ga hier die kolom daar weer bij pakken. En deze sectie ga ik ook zo deze klas geven. En dan heb ik de vierde sectie. En die heeft ook deze klas. En dan ga ik kijken of dat ook zo uitgekomen is. Ik sla op en ik ga kijken naar mijn Lord of the Rings. En ik zie hier nu dus ook dat ze inderdaad met de vieren naast elkaar staan. En als mijn venster kleiner wordt, dan zitten we in een small breakpoint. En dan staan er met z'n tweeën naast elkaar. Die afbeeldingen doen nog een beetje vreemd. Want die afbeeldingen zijn eigenlijk te groot voor deze kolommen. Dan moet ik aan die afbeeldingen ook vertellen dat ze eigenlijk een breedte van 100% hebben. Dat zou je natuurlijk doen als je zelf CSS schrijft. Maar dat doen wij niet met Bootstrap. Laten we dat dan dus aan Bootstrap over. En die geven we dan dus een class mee. Dat is ook het principe van Bootstrap. Dus class is en dan imgfluid, zoals dat heet. Nou, deze class die ga ik dan dus bij al die afbeeldingen toevoegen. Hier zo. En misschien moet ik dat bij die cards ook doen, maar dat blijkt iets een andere oplossing voor te zijn. En zo kunnen we dus kijken of het een beetje wil lukken. En dan zien we nu dat het inderdaad voor elkaar is. We hebben dus nu op dit moment al netjes 4 van deze elementen naast elkaar staan. We hebben ook een mooie tussenruimtes. En eerst stond ze nog tegen de kant aan, maar dat is nu netjes geregeld.